Vandaag gaan we deze USB-RF-switch bekijken. Een handige gadget die eruit ziet als een gewone USB-verlengkabel, maar in het midden een slimme controller heeft die je zelf kunt instellen. Wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken, zodat je geen enkele video mist. Wat is de USB-RF-switch? Deze USB-RF-switch lijkt op een normale USB-kabel, maar is het zeker niet. In het midden zit een programmeerbare controller waarmee je verschillende schakelfuncties kunt instellen. Eerst gaan we hem openmaken. Dit doe je door deze twee schroefjes los te draaien en voorzichtig de plastic behuizing te verwijderen. Nu zien we het printplaatje met een paar chips, maar we hebben enkel deze twee contactpunten nodig. Dit is een programmeerbare schakelaar. Door ze kort te overbruggen met bijvoorbeeld een pincet, kunnen we verschillende functies instellen. Om het te kunnen instellen, moet je eerst de kabel van stroom voorzien en dat doe ik door hem gewoon in de powerbank te steken. Laten we direct beginnen met functie 1. Met deze functie kan je een dubbele schakelaar instellen, wat betekent dat je één knop gebruikt om hem aan te zetten en een andere knop gebruikt om hem uit te zetten. Handig als je een afstandsbediening hebt met twee aparte knoppen. Hoe stel je dit in? Maak dus eerst contact over deze twee puntjes op de printplaat met een pincet. Dan moet je wachten tot het lampje één keer knippert. Daarna moet je nog eens kort contact maken om de programmeermodus te activeren. En dan druk je op de knop die je als aan wilt instellen op de afstandsbediening. Daarna druk je op de knop die je als uit wilt instellen. Daarna bevestig je door nog een keer op de uitknop te drukken. Als alles goed is ingesteld, zou het nu moeten werken. Laten we het testen. Ja, inderdaad, perfect, het werkt. De schakelaar reageert precies zoals we willen. Door naar de tweede functie. Deze functie is perfect als je wilt dat het apparaat alleen aanblijft zolang je de knop ingedrukt houdt. Denk bijvoorbeeld aan een deurbel of een tijdelijke schakelaar. Hoe stel je dit in? Neem terug het pincet erbij en maak kort contact tussen de twee puntjes op de printplaat. Wacht nu tot het lampje twee keer snel achter elkaar knippert. Daarna maak je nog eens kort contact om de programmeermodus te activeren. Druk op de knop van de afstandsbediening die je wilt instellen en dan druk je nog een keer om dit te bevestigen. Nu is het ingesteld. Zoals jullie zien, als ik de knop indruk, blijft die dus aan. Wanneer ik de knop loslaat, gaat het weer uit. Dit is heel handig als je bijvoorbeeld een deurbel wilt instellen. Door naar de derde functie. Functie 3. De aan-uit met één knop. Deze functie is super handig als je een afstandsbediening hebt met maar één knop. In plaats van aparte knoppen voor aan en uit, gebruik je één knop om aan te zetten en dezelfde knop om weer uit te zetten. Hoe stel je het in? Maak met de pincet kort contact tussen de twee puntjes op de printplaat. Wacht tot het lampje drie keer knippert. Maak nog een keer kort contact om de programmeermodus te activeren. Druk op de knop van je afstandsbediening die je wilt gebruiken. Druk daarna nog een keer en dan om te bevestigen. Nu is het ingesteld. Dus zoals jullie kunnen zien, als ik op mijn afstandsbediening druk, gaat hij aan. En wanneer ik dan nog een keer druk, gaat hij terug uit. Dus super simpel en mega handig eigenlijk. Een nadeel hiervan is dat je niet meerdere modus tegelijk kunt gebruiken. Daarmee bedoel ik dus dat je niet mode 1 en mode 3 kunt gebruiken met een verschillende afstandsbediening. Het is oftewel mode 1, oftewel mode 3. Wanneer je de mode wisselt, wisselen alle gekoppelde afstandsbedieningen ook direct van mode. Op naar functie 4, 5 en 6. Deze functies zorgen ervoor dat de schakelaar automatisch uitschakelt na een bepaalde tijd. Handig voor verlichting, opladers of andere apparaten die je niet eindeloos aan wilt laten staan. Functie 4 is het uitschakelen na 10 seconden. Functie 5 is het uitschakelen na 1 minuut. En functie 6 is het uitschakelen na 5 minuten nadat je hem hebt aangezet. Hoe stel je deze in? Maak met de pincet weer kort contact tussen de twee puntjes op de printplaat. Wanneer het lampje 4 keer knippert en je maakt dan contact met de programmeermodus, zorg ervoor dat hij 10 seconden gaat aanstaan en daarna terug vanzelf uitgaat. Wanneer je het lampje 5 keer laat knipperen, ga je het instellen voor 1 minuut en 6 keer voor 5 minuten. Maak daarna nog een keer kort contact om de programmeermodus te activeren. Druk op de knop van je afstandsbediening. Druk nog een keer om te bevestigen en dan kunnen we het testen. Ik heb hem nu ingesteld op 10 seconden. Ik druk op de knop, hij gaat aan. Na 10 seconden schakelt hij automatisch terug uit.
Dit is echt super handig als je bijvoorbeeld een lamp hebt die bijvoorbeeld in je gang hangt en je wil die laten aangaan terwijl je naar beneden loopt op de trap en daarna moet die terug vanzelf uitgaan na 10 seconden. En nu de laatste functie nog, misschien wel de belangrijkste van al, de reset functie. Met de reset verwijder je alle gekoppelde afstandsbedieningen en instellingen, zodat je de USB RF switch helemaal opnieuw kunt programmeren. Hoe reset je de switch? Maak met de pincet kort contact tussen de twee puntjes op de printplaat. Nu ga je wel iets langer moeten wachten dan bij de vorige functies. Je wacht tot het lampje 7 keer knippert. Daarna zou die normaal gezien ook niet meer knipperen. Dan laat je los en dan wordt de switch helemaal gereset. Nu zijn alle gekoppelde afstandsbedieningen gewist en kan je opnieuw beginnen met het instellen. Handig als je een nieuwe afstandsbediening wilt koppelen of als je instellingen verkeerd hebt geprogrammeerd. En dat waren de 7 functies van deze USB RF switch. Zoals je ziet is het een super handige tool die je veel mogelijkheden biedt voor je apparaten. Ik heb hem nog eventjes ingesteld dat ik hem kan aanzetten met de ene schakelaar en uit met de andere. Nu moet er nog maar één ding gebeuren en dat is de plastic behuizing terug in elkaar zetten en dan is de schakelaar klaar voor gebruik. Vond je deze video nuttig? Vergeet dan zeker niet te abonneren. Op die manier kan ik meer van dit soort video's maken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.